Ik ben nog net niet in de punten geboren, maar dat scheelt niet veel. Ja, je ging als kind ging je gewoon zelfstandig met zo'n boot, ging je overal naartoe. Ja. Harm Piek maakte het nog net mee. De tijd dat er geen weg liep naar Dwarsgracht en alles over het water moest. Ik woonde daar en ik moest in het middendeel van het dorp naar school, basisschool. En dan werd ik overgezet door mijn moeder en dan moest ik over dit paadje naar school lopen. Ja, dat heb ik natuurlijk honderden keren gedaan. Dwarsgracht, het kleine dochterdorpje van Giethoorn, was tot het eind van de jaren 50 een van de meest geïsoleerde plekken van Nederland. Dat heb ik nog mee kunnen maken, dat die boeren alles per boot deden. De werkwijze van het landbewerken. Rietmaaien, 's winters, de visserij die uitgeoefend werd. Er zijn heel veel aspecten die in mijn jeugd zijn voorgekomen, die ook alweer lang verdwenen zijn. De manier waarop hier bewoners eeuwenlang leefden en samen het landschap vormgaven is uniek. Toch was er tot nu toe nauwelijks iets over geschreven. Nu is er dan dit lijvige boekwerk, Mirakel Gesparrel. Er was een hoge urgentie om dit boek te schrijven, want omdat de schriftelijke bronnen toch al tekort schoten, was ik aangewezen op de mondelingenbronnen. Een stuk of 12 mensen heb ik op een gegeven moment wel kunnen benaderen. Maar gaandeweg dat ik dat deed, dit soort interviews, orale geschiedenis zoals ze dat mooi noemen, werd het aantal mensen steeds kleiner. En er zijn er nu nog maar eigenlijk 2, hooguit 4, die nog leven. Ja, dat zijn spaarzame bronnen. Ik ben blij dat ik dit aan anderen door kan geven. Er moet toch iemand zijn die het een keer opschrijft. En nou, dat is met dit boek gelukt, daar ben ik ook best trots op. Ja. Het landschap lijkt hier nog onaangetast. Maar nu het niet meer wordt gebruikt door boeren en retailers, en dus ook niet meer wordt onderhouden, verandert het in rap tempo. Dat is zeg maar een soort landschap zoals je dat tot de 50, 60 jaren hier eigenlijk overal had, in het hele dorp. En dat is eigenlijk verdwenen. Nou ja, dat is eigenlijk heel jammer, want dit vind je in Nederland bijna nergens meer. Daarom is Harm Piek samen met een groep bewoners van Dwarsgracht zelf aan de slag gegaan om het landschap te redden van de ondergang. Ze maaien af en toe weer de oude hooilandjes en houden sloten open. En dat heeft effect. In totaal vind je alleen al op dit perceel 75 plantensoorten. En als je een ander perceel erbij komt, dan ga je gauw al 300-400 plantensoorten die op die hooilanden weer terug hebben gekregen. Die gewoon weg waren eerst? Die weg waren, ja, dit was allemaal weg. En op een gegeven moment ga je wat doen om dat tegen te gaan, om het weer te herstellen. En als het dan ook lukt, zoals het hier gedaan is, ja, is dat wel een goed gevoel hoor, wat je erbij krijgt. Ja. Met het boek vraagt Harm Piek aandacht voor de schoonheid en ook de kwetsbaarheid van zijn geboortegrond. Maar ook veranderingen horen bij Dwarsgracht. Ja, dat krijg ik nog wel eens te horen. Zo van, je wil alles weer zoals vroeger was. Ik zeg, nee, helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet. Het mag best veel veranderen. Als het wel in de geest van het oorspronkelijke oude cultuurlandschap is. En hier en daar zou je iets moeten herstellen, dat ook. Maar ook nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Ja. Het is geen museumlandschap.